Ik ben mijn carrière begonnen aan de Rijksuniversiteit in Groningen als hovenier. Later heb ik boomverzorger erbij gedaan en het was een heel mooi vak. Ik heb mooi 21 jaar daar gewerkt, hele mooie jaren geweest. Alleen in de loop van de tijd is het wat minder geworden en was het vak een beetje uitgemergeld en werden we meer vuilnisman dan dat we nog in het groen bezig waren. En toen zijn we rond gaan kijken naar ander werk. We wouden in Bijtensteulen, Noorwegen, wouden we een pannenkoekhuis beginnen. En dat was allemaal een beetje te hoog gegrepen. Toen hebben we op de Alaska Highway gekeken naar een lodge. En dat was allemaal te ver weg, ook te avontuurlijk eigenlijk. Susanne, die mevrouw, die liep ook op het eind van haar carrière bij de OAT. En toen heeft een goede vriend tegen me gezegd van, joh, koop een spits en ga op Frankrijk varen. En 3 weken later hadden we een schip op toog. Toen heeft Susanne een goede vriend gebeld, die altijd op een spits heeft gevaren. We zijn in de auto gesprongen, we zijn naar Vrouaar gegaan. En ik heb daar zo'n beetje dag en nacht in de stuurhut gezeten, met de schipper gesproken. En hij heeft me alles bijgebracht wat ik moest weten voor op de spits. Ik heb hier vroeger nooit over gedroomd. Maar een droom is wel werkelijkheid geworden, uiteindelijk. We hebben hier in Courmelois 245 ton brouwgerst geladen voor de heer Rent. De heer Rent, dat ligt vlakbij Leuven, België. En daar komen de lekkere biertjes vandaan. Dus we brengen het er met plezier naartoe. De reis begint in Courmelois, Reims, Berriobac, Soissons, Compiègne, Noyon, Péronne, Valenciennes, door België naar Gent, de Neerschelde af, het Sennegatsluis naar Leuven en vlakbij Leuven ligt de heer Rent. We zijn vanochtend om 9:15 begonnen. En hier laat het niet zo snel, je bent 5 uur bezig met laden. Mooi rustig op het gemakje, echt op zijn Frans. En zo direct gaan we de luiken dicht doen, de auto aan boord en dan gaan we vertrekken. Dat doen we samen met de vrouw en schoonpa van 90, die vaart ook mee. En de hond, de viervoeter. Piet en ik hebben elkaar ontmoet op een dansschool. Nadat ik gescheiden was, wilde ik toch iets om mijn handen hebben, iets doen. Dus ik heb me aangemeld bij een dansschool en daar ben ik gewoon ballroom dansen en Latin American gaan leren. Dat is in 1990 geweest. In 1993 sloeg de vlam over tussen Piet en mij, want die danste ook op diezelfde dansschool. Dus zo hebben we elkaar leren kennen. Susanne heeft in de vroegere jaren, na de KLM-periode, heeft zij gevaren op een spits, samen met de vorige echtgenoot, op de Viking. Een spits is stomp van voor en stomp van achter. Ze zijn heel bol. Het is eigenlijk een vierkante doos die lading mee kan nemen met een motor erin. En speciaal gebouwd voor de kanalen in Frankrijk. We hebben allebei niet zulke hoge materiële eisen. We willen het graag gewoon netjes schoon en aangenaam hebben. En dat vinden we het belangrijkste. Doordat wij in de jaren 80 zijn begonnen met varen, mijn ex en ik, kreeg je in die tijd, naar aanleiding van de zoveel jaren ervaring die je op scheepvaartgebied had opgedaan, kreeg je automatisch je papieren. Samen met mede-collega's schippers die een coöperatie gevormd hebben. En op dat kantoor hebben we deskundigen zitten die voor ons rondbellen en reizen verzorgen, zeg maar, die wij kunnen vervoeren. Wij kunnen door de Maas omhoog, door de Vogezen, Petit Zone naar het zuiden. We kunnen via de Soissandies, dat is van Reims, Vitry-le-François naartoe. Wij kunnen via de Marne, wij kunnen Frankrijk, wij kunnen eigenlijk heel Europa bedienen met lading. Ik had een jaar op een reisbureau gewerkt. En er kwam een advertentie voorbij dat er stewardessen gevraagd werden. En dat was eigenlijk zomerstewardessen, dus alleen maar voor een seizoen. En daar heb ik me voor aangemeld. En ja, ik werd ervoor uitgekozen om de opleiding te gaan doen. En vervolgens heb ik uiteindelijk 2 jaar gevlogen. Ja, dat is altijd natuurlijk moeilijk. Je weet nooit wat de toekomst wordt. Maar hoe meer dingen je gedaan hebt, des te meer heb je om handen om wat mee te kunnen. We hebben zoveel ruimte over aan de zijkant in de sluis. Dus 2 centimeter denk ik. Deuren gaan open.
Frankrijk is heel mooi. De Fransen bouwen ontzettend goed. Super. Alleen het fase 2, het onderhouden, dat is wel wat moeilijker. Maar wij varen op kanalen die door in de periode van Napoleon gebouwd zijn. Dus, Dan ga je naar de bestemming toe. Je laat, je gaat varen. Je zorgt dat je alles op voorraad hebt. Je levensmiddelen, je koelkast gevuld, je vriezer. De gasolietanks moeten gevuld, je drinkwater, want dat is allemaal aan de wal natuurlijk zo vanzelfsprekend. Je draait de knop open en het komt eruit. Maar wij moeten dat constant bijhouden of we wel voldoende bij ons hebben. En nadenken van waar is het volgende punt waar we weer kunnen tanken. Dus we moeten nou even geen wasjes doen, dat doen we wel als we weer getankt hebben, bij wijze van. Daar moet veel meer over nagedacht worden. Als we dan zo lekker op pad zijn, dan hebben we zo'n 270 sluizen vanaf Nederland tot aan de Middellandse Zee voordat we op ons plek zijn. Het is een prachtige route. Dat varen doen we afwisselend. De ene keer paard Piet en wandel ik bijvoorbeeld eens met de hond. De andere keer is het andersom. Dus we wisselen dat ook heel erg af. Piet doet het touwwerk als ik vaar en ik doe het touwwerk als Piet vaart. Dus er is een hele prettige samenwerking als je alles saampjes kunt doen. Ma die kwam vorig jaar te overlijden in januari. En die had een kort ziekbed. Pa, ja, die is 66 jaar met haar getrouwd geweest, met mijn moeder. En dat is natuurlijk niet niks. En als je dan je partner verliest, dan ben je geamputeerd. En pa leunde altijd enorm op ma. Ma deed eigenlijk alles, zorgde voor alles, regelde alles. En pa die vond het allemaal prima. Maar ja, alleen, thuis, en dan eens bij een winkel komen om je boodschappen te doen en verder niemand zien. Want vrienden, hij is op een leeftijd dat vrienden en kennissen natuurlijk voor het grootste deel zijn weggevallen. En dan, ja, dan sta je er alleen voor. En dat vond ik vreselijk. Maar ja, ik kan natuurlijk niet beslissen wat hij met zijn leven moet doen. Dus ik heb toen gevraagd van, zou je met ons mee willen aan boord? Ja, zegt hij. Nou, dat was zo duidelijk als wat. Nou, na de dood van mijn vrouw ben ik hier meegegaan naar het schip. Mijn dochter is net een moeder voor mij. Ja. Piet ook. Piet is net als een broer voor mij. Ja, Piet is leuk. Hij heeft het enorm naar de zin. Je merkt het niet echt aan hem, maar hij glimlacht en hij kijkt naar bomen. Het landschap komt aan hem voorbij en daar geniet hij gewoon van. En dat is mooi. Mijn dag ziet er als volgt uit. Ik ben meestal al op achter en dan gaat bij mij de telefoon. Want hij heeft een iWatch en een iPhone. En met die iWatch weet hij mij te bellen. Zanno bellen, zegt hij dan. En dan neemt Siri dat over en dan krijg ik dus een telefoontje. En dan hoort hij mijn stem en dan zegt hij, kom je me ophalen? En dan zeg ik, ja, kom eraan. Nou, en dan haal ik hem op, want door het gangboord, hij kan het goed hoor, hij is erg voorzichtig. Maar ik heb toch zoiets van, ik wil daarbij zijn voor de zekerheid. Dat als hij een zwakte heeft, dat ik hem vast kan grijpen. Het leuke van het varen is dat je beperkte vaartijden hebt, van 7 tot 7. Je hebt vrije tijd, het gaat lekker rustig op het gemakje. Het is fantastisch. Op de grote vaart is het 24-7. Daar zie je je vrouw eigenlijk ergens op de loopbrug naar boven toe. De een gaat naar bed, de ander die gaat de stuurhut in. Dat hebben wij niet. Wij komen tot onze nachtrust. We kunnen s'avonds een barbecue aansteken. Dat is het leven op het spits. A way of life. Wat voor dag het is. Maar ik weet de dag niet. Zijn pa nu aan het leren zijn iWatch te laten vertellen wat voor dag het is. Zodat hij weet welke pillen hij moet innemen. Wat voor een dag is vandaag? 4-0. Elke koersie. 4-0 of 4-0? 4-0. Nou, druk nog maar een keertje. Wat voor een dag is vandaag? Het is vrijdag 5 april 2019. Nou, dan weet jij welke pil je moet hebben. Pak je doosje. Ja. Nadat ik mijn middelbare school heb doorlopen, heb ik inderdaad
een schoonheidsspecialistenopleiding gedaan. En dat was eigenlijk tegelijkertijd met het voorbereidend jaar van het conservatorium. Daarnaast nog middenstanddiploma gehaald. En ja, dat waren gewoon dingen die ik graag in handen wilde hebben. Mijn moeder die stimuleerde dat altijd heel erg. Die had in haar jeugd dat nooit echt kunnen doen. Als schippersdochter van het ene plekje naar het andere plekje. Nooit een vaste basis, een school met vaste vriendinnen. Dus die had zoiets van, ik wil graag dat Susanne dat soort dingen gaat doen. Waar ze gelukkig van wordt. Het vak varen is mooi omdat je vrij bent, overal komt, altijd nieuwe dingen meemaakt. De verscheidenheid. In de boomverzorging had ik ook veel verscheidenheid. Maar het was wel altijd hetzelfde ritje naar dezelfde plek. En nu varen we gewoon door Europa en dat is gewoon mooi. Je bent buiten aan het werk. Het landschap glijdt aan je voorbij. Je bent aan het werk, maar eigenlijk ben je een beetje aan het passagieren ook. Dat maakt dat het bij ons niet verveelt. We vinden het gewoon iedere keer weer leuk, want je ziet het ook allemaal iedere keer weer in een ander seizoen. Of met wind, of het is net lente zoals nu. Je ziet alles groen worden en dat is zo genieten. Oh ja, ik denk zeker dat wij over 5 jaar nog lekker rondvaren. Ja, gewoon doe het. Als je plan goed doordacht is en je staat er 100% achter en je partner ook, dan moet je het gewoon doen. Het is het mooiste leven wat er is. Ja, echt het mooiste leven wat er is. Laat je gevoel spreken. Laat je verstand eroverheen gaan. Want dat is het evenwicht wat je nodig hebt. Maar ik zou niet aarzelen. Ik zou het gewoon doen. Durf die stap te zetten. Volg je hart. Dat is zo belangrijk. De mensen die ik ken die hun hart gevolgd hebben, zijn de gelukkigste mensen om ons heen.